It's all I wanna do. Welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chester. Vandaag spelen we potje Team Damage op de map Exodus of Exodus, hoe je het uit wil spreken. Maar we spelen een keer met een specialist die ik bijna niet iemand zie gebruiken in de game zelf en op YouTube. Namelijk spelen met de Tempest, waar ik in de beta redelijk veel mee heb gespeeld voordat ik de NI deed natuurlijk. Maar de Tempest is natuurlijk een soort van wapen. Het is een wapen waar een elektronische straal uitschiet, waardoor je geëlektriciteerd wordt. En als er enemies bij staan, worden die enemies door die schok ook meegenomen. Dus je kan er zieke feats mee halen. Daarom spelen we ook met een VMP submachine gun met long barrel grip en de extended mag versie. Ik kom er even niet op, maar toen stond gelijk iemand voor me. Maar we gaan kijken dus of een lekker potje kunnen gaan neerzetten. Laat dan even je blauw duimpje omhoog achter natuurlijk. Dat helpt mij enorm. Jezus, wat een fucking begin was dit zeg. Maar we gaan kijken natuurlijk of we een chill potje kunnen neerzetten. Wat ik natuurlijk zei. En of we even onze tempers snel binnen kunnen gaan halen. Het was wel een intensief begin. Als het zo doorgaat, kunnen we wel wat lekkers van maken. Moet even goed opletten waar de enemies aan blijven komen. Dat ze niet zoals deze vent gewoon opeens random aan het campen zijn. En daar weer spant. Let's go. De VMP is een best wel overpowered machine gun. De PlayStation dan. Ik hoorde van bijvoorbeeld Jason oftewel Tank a Beast. Dat op de PC sommige guns gewoon anders zijn dan hier. Thanks teammate. Ik heb mijn Tempest by the way. Ik heb ook hier vier, dus ik kan er even in. Dan kijken we eventjes waar de kluit is, die zit dan daar. Dan gaan we er even op af, let op hè. Hier binnen, hier binnen, hier binnen. Nee, ja. Kijk, dubbel kill al. Huppakee. We hebben onze Wraith. Oh, wat een mooie kill daar zo. Wat een longshot. Kom maar. Dat is bij de way een double kill, triple on screen. Zo. Wacht heel even met ons raid inkallen. We gaan wel lekker op dit moment. We staan op 18 streak. Let's go. Mooi killetje daar zo. We zitten op 15 streak by the way. We zijn een keer dood gegaan. Dus we gaan gewoon kijken of we een lekker streakje neer kunnen gaan zetten. Moet wel lukken. Let's go. Daarom ga ik niet mijn raid inkallen. Het heeft verschillende redenen. Wat een geluk heb ik hier. Holy shit. Oké, ik ben uit mijn dinges. Haters over bedoel ik. Uit mijn vreed wou ik zeggen, maar ik ben de haters uit zijn ammo. Of hoe zeg je dat? Je snapt wat ik doe, hij is leeg. Oké, ik heb mijn vreed nu overlapt. Zit op 20 streak. We kunnen een nuclear halen. Oké, nieuwe hater. Ik heb ook mijn nieuwe Tempest. Maar die wacht ik wel eventjes mee. Laat me hem gewoon inkallen. Nee dus. Laat maar, ik heb hem even geannuleerd hoor jongens. Gewoon voor het feit dat ik hem anders kan gaan choken. Als ik nu weer choke, dan ben ik echt de choke master. De enemies hebben een UAV. Moet gewoon lukken. We moeten een keer een live nuclear halen, jongens. We moeten er nu toch wel eentje een keer kunnen halen. Ik heb hem bijna, maar ik weet niet hoeveel ik zit. Infantry down. Hebben we hem? Nee. Hebben we hem nu?
Nuclear, let's go, knife nuclear. Bam, in team deathmatch. En dan ga ik gelijk dood. Let's go! Come on! Kaboom! Kabim! We hebben een live nuclear in team deathmatch. Bam! Woo! Let's go, jongens. Huppakee. We hebben een live nuclear gezet. Let's go, let's go. Lekkere gameplay, zeg, jongens. Oh, ik kon die dubbel fijn elkaar halen, maar ja. Het maakt me niet meer uit. Ik heb gewoon een live TDM nuclear. Jongens, ik heb een live TDM nuclear. Echt, wat een lekker potje is dit. Als deze video 100 likes kan halen, zou dat zo fucking immens cool zijn. Ik heb één keer de fucking, hoe heet dat ding gebruikt? Ik ben gelijk de naam vergeten. Tempest gebruikt. En de tweede keer choke ik hem bijna, dus ik drukte hem dus snel weg en ik pakte mijn VNP erbij. Maar we hebben gewoon een nuclear gehaald. Dus, bedankt voor het kijken in deze video. 100 likes zou echt fucking awesome zijn. En dan zie ik jullie bij de video van morgen. Dus bedankt voor het kijken, jongens. En tot de volgende keer. Laters!